Morgen, het is 12 over 8 op woensdag 12 januari 2022. Ik heb weer een weekje Karelskamp achter de rug. Ik ben er niet trots op. Ze hebben me vastgezet. Ik werd gearresteerd door een behoorlijke politieovermacht. Ik ga gelijk weer eigenlijk in actie komen. Hier vlakbij is er iets wat ik heel graag wil zien. Waar ik heel vaak aan gewacht heb de laatste decennia. Best wel apart, toch? Maar ik zat daar in het hoekje. Piet, je kan er inzoomen op de A6. En daar heb ik... Daar zag je in ieder geval geen demonstranten. Mochten er sympathisanten komen, er schijnen er een paar rond de muren te hebben gewandeld. Ik heb jullie niet gezien of gehoord, want ze hebben me echt op een goede plek verstopt. Maar ik ben blij dat ik eruit ben. En bedankt voor, in ieder geval voor de post. Ik heb ook nog een oude doos, of een doos gekregen van post van de vorige keer. Dus heel veel dank daarvoor, voor alle steun. Ja, tot ziens. Ja, ik ben nog steeds in Almelo. Ik ben net met ontslag gegaan. Ik sta hier bij Urenco. Dat is op een steenworp afstand van de gevangenis, de Karelskamp. Waarom sta ik hier? Frits Veerman, dat is een hele bekende klokkenluider. Hij is vorig jaar februari overleden, 23 februari. Hij was een Nederlandse klokkenluider en wiens wederervaren aanleiding was voor het tot stand komen van de wet Huis voor Klokkenluiders in 2016. En Frits is overleden. Hij was decennia lang klokkenluider van Urenco. En Urenco, daar gaat zijn collega Abdul Khan, die heeft de atoombom gestolen voor Pakistan. Khan is in Pakistan een volksheld, want hij had hier lopen gappen, is jatten. En Noord-Korea heeft daardoor de atoombom gekregen en ik meen ook Libië. Dan wil ik het wel zeker weten, maar niet goed voorbereid. Urenco. Maar Veerman, die heb ik gezien in 2019 in de Tweede Kamer. Frits, en daar was ook Frans Bromet, want die was toen bezig met een documentaire over Frits. Over zo lang klokkenluiderschap. En dat was bij een debat met Kajsa Ollongren. En, want het klokkenluidershuis was ingestort. En toen zat ik daar in de Tweede Kamer en een rijtje achter mij tijdens het debat. Daar zat Gerrit de Wit van de expertgroep klokkenluiders. En ik zag iemand, ik maakte die dag kennis met... de bijzonder vertrouwenspersoon voor justitieklokkenluiders. Want dat ben ik nog steeds, hè. Hoe hard de media ook probeert om mij te beschadigen. Lokale media, Telegraaf, Algemeen Dagblad. Ze zeggen dan zelfbenoemde klokkenluider. Ik weet wie daarmee als eerste begon. Het geeft niet. Je moet als klokkenluider een lange adem hebben. En Frits Veerman had dat. En toen hij gelijk kreeg, begin 2021, vlak daarna stierf hij. Heel erg. Ook voor zijn familieleden, want ja, familieleden van klokkenluiders, ja, die willen altijd dat een klokkenluider stopt, want zij lijden er ook onder. Maar een klokkenluider, ja, ik kan het niet uitleggen. Ik ben gedreven en ik heb er al twee detenties op zitten. Ik ben gewoon genaaid door de NCTV. Maar Frits, oh ja, nog even terug naar de Tweede Kamer. Toen zag ik Gerrit de Wit en daarna dronken we koffie in Dudok, onder ProDemos en de NOS-gebouw bij Hofweg 1. En daar bleek ik dus in de Tweede Kamer te hebben gezeten met 10 klokkenluiders. Die zaten daar, van de reclassering, veel van de overheid. En Gerrit de Wit, en ik heb dus met de vertrouwenspersoon van justitie gesproken. En ik werd eigenlijk zijn eerste casus. Hij begon op 1 mei 2019. En... recent, heel recent, tussen deze detentie en de vorige detentie, de exacte dag was 28 december 2021, dat kan jij beamen, Pieter, ik heb een wandeling gemaakt in het Haagse Bos met de vertrouwenspersoon en hij heeft bevestigd, dat kan ook niet anders, Huig, jij bent de klokkenluider van PI Haaglanden. Dus ja, mensen die mij keihard willen beschadigen, voor wie werken jullie eigenlijk, toch? Zijn jullie nou voor de waarheid of tegen de waarheid? Hè? Denk daar eens over na. Van wie zijn die kranten? Thomas Leijsen en Christian van Tilo van Belgen. Die hebben geen belang bij de waarheid. De waarheid moet verdoezeld worden. En de klokkenluider moet beschadigd worden, vernederd worden en vastgezet worden. Het liefste TBS. Het liefst zeggen ze van kijk eens wat voor gevaarlijke gedachten hij heeft. De doofpot van mij en mijn
zeker 14 collega's van het Scheveningse gevangenisziekenhuis liep al tijdens Rutte 2. En Sigrid Kaag heeft dit geweten, Carola Schouten, de hele bubs. En de nieuwe mensen die hebben de erfenis nu meegekregen. Daarom was ik vorige week in Den Haag. Ik wilde de nieuwe beoogde kabinetsleden waarschuwen van kijk uit, stap, weet je al, pak die baan niet aan, want je raakt beschadigd. Dit wordt een smet op je blazoen. Daarom was ik daar. En ja, als je ziet aan de politiemacht waarom ze, over hoeveel mensen mij hebben opgepakt, is het dan toch waar? Zou het dan toch waar wezen wat ik allemaal beweer? Zeker te weten. Niet vergeten natuurlijk, hè. Maar ja, en nogmaals bedankt voor alle post. Want dat is voor elke gedetineerde een fijn moment van de dag.